Voor de reizende foto-expositie Go for Culture hebben Sean, Lone, Jules en ik, Kimberly, 3 verschillende boxen gemaakt. In 1 box kan maximaal 1 persoon. Dit zorgt voor een hele persoonlijke ervaring. De bezoeker kan in alle rust jullie foto's bewonderen, zonder afgeleid te worden. In 1 box hangen ongeveer 8 foto's van jullie. De foto's worden op een logische manier geplaatst, waardoor er een verhaal ontstaat wanneer de bezoeker van foto naar foto gaat. Dit wordt duidelijk gemaakt door middel van de stippenlijn, die je kan volgen naar de volgende foto toe. Iedere box heeft een koptelefoon aan de muur hangen. De bezoeker hoort een kort tekstje of verhaal ingesproken door jullie. Dit kan bijvoorbeeld uitleg zijn bij de genomen foto of een beschrijving van een gevoel. Wij snappen heel goed dat niet iedereen zich comfortabel genoeg voelt om in het Nederlands iets in te spreken. Daar houden wij dan ook rekening mee. Door het verhaal te vervangen door bijvoorbeeld een stukje muziek wat typerend is voor het land waar de foto genomen is. Omdat er maar 1 persoon per box in kan, hebben wij bedacht de buitenkant om te toveren in spellen. 1 box zal bestaan uit een zoek de verschillen spel. De buitenkant wordt beschilderd met krijtverf en er zullen krijtjes zijn om het spel te kunnen spelen. Met een beamer worden jullie foto's geprojecteerd boven of onder een foto van hetzelfde onderwerp, maar dan hoe het in Nederland zou zijn. Zo kunnen bezoekers spelenderwijs de verschillen per cultuur zien. De buitenkant van de tweede box zal vragen of stellingen op iedere kant krijgen. Er is een bakje met sticky notes aan vastgemaakt waar bezoekers een blaadje af kunnen pakken en op de zijkant kunnen plakken. Op deze sticky notes schrijven zij hun antwoord of mening. Op de buitenkant van de derde en laatste box hangen afschilblokken. Hierop staat informatie en feitjes over het land of de foto. Bezoekers kunnen deze blaadjes afscheuren en mee naar huis nemen. Wij hopen met ons idee jullie foto's en boodschap recht te doen en zo de foto's tentoon te stellen op een manier waarop jullie het ook graag zien.